nemen Knijn en ik het tegen elkaar op in een bouwwedstrijdje. Wij moeten namelijk de beste raket bouwen. Wacht, hoor jij dat nou ook? Is dat nou een echte raket? Wow, wist je dat als je nu op dat blauwe duimpje omhoog drukt, deze raket gaat opstijgen? Probeer het maar. Uh-oh, volgens mij heeft er iemand op dat duimpje gedrukt. Daar gaat hij namelijk. Doei raket. Wij gaan zo meteen allebei aan een andere kant van deze muur staan. En dan gaan we kijken wie dus de beste raket kan bouwen. En aan het einde van de video mogen jullie stemmen wie de beste heeft gebouwd. Dat ging natuurlijk zijn, hè? Dat weet je. Nee, natuurlijk niet. De winnaar krijgt namelijk 10.000 V-Bucks. Klik op de abonneerknop hier beneden. Als je namelijk abonneert op mijn kanaal, kom je met je naam hier in beeld. Dit zijn namelijk alle mensen die vandaag op mijn kanaal hebben geabonneerd. Dus shout-out naar jullie. Jessie, sta je er klaar voor? Ja, zeker. We gaan met de tijd starten in 3, 2, 1... Ik moet gelijk kijken wat voor items ik allemaal wil gaan gebruiken voor mijn raket. Want ja, ik wil natuurlijk wel winnen, maar welke items kan ik hiervoor het beste gaan gebruiken? 15 minuten is namelijk niet zo heel lang om aan een raket te werken, dus we hebben echt haast. Ik zie hier wel allemaal hele rare dingen staan. Ik wil kijken wat dit is. Even kijken, als ik dit hier neerzet, wat is dit dan? Wow, dit zijn mokergrote dingen. Check, dit zouden we zomaar kunnen gebruiken voor de onderkant van onze raket. Dit is gewoon perfect, alsof het hiervoor gemaakt is. Laten we gewoon dit hier neerzetten. En hierop moeten wij dan zometeen de rest van onze raket gaan bouwen. Maar wat gaan wij daarvoor gebruiken? Ik zie sowieso hier al allemaal hele rare dingen. Die wil ik misschien wel gebruiken. Hier zie ik ook allemaal dingen wat er wel ruimteachtig uitziet. Dus die doe ik er ook gewoon lekker bij. Oh my god. Check dit dan. Wat is dit allemaal? En dit dan ook. Deze daken soort van zouden we denk ik heel goed kunnen gebruiken voor de bovenkant van mijn raket. Oh my god. Ik zie hier wat staan. Dit zijn letterlijk allemaal raketonderdelen. Dit is perfect. Oei, dit is gewoon al een raket op zich. Maar dat gaan we natuurlijk niet gebruiken. Wij hebben iets heel anders nodig. We zouden deze onderkant gewoon kunnen gebruiken voor onze raket natuurlijk. Maar ik denk persoonlijk dat dit wel veel vetter is als onderkant. Deze zijn veel groter. En laten we er dan niet eentje onder zetten, maar iets van 3 misschien. Of 4. Ik denk dat dat wel het mooiste is. Kijk dan hoe vet dit eruit ziet als onderkant van een raket. Wat ik dan wil hebben is, ik wil dit onderdeel hebben. Ik wil deze alleen wel echt een stuk groter hebben. Oh my god. Kijk dan hoe groot dit ding nu is. Wat? Oh, hij is nu wel heel erg raar. Ziet hij eruit. We moeten hem resizen in al. En dan groot. Oh my god. Kijk dan hoe mokergroot dit ding nu is. Oké, hij staat er nu wel heel scheef op. Maar het gaat tot het pret. Jeetje, wat heeft Knijn hier allemaal gemaakt? Wat? Laten we kijken of we dit hier nu wel netjes. Oh my god. Kijk dan hoe mokergroot deze raket wordt. Wat de heck? En dan moeten we hier nog een soort klein dakje op hebben eigenlijk. En daar hebben we ook wel wat dingetjes voor nodig. Laten we dit ding ook een stuk groter maken. En die zetten we er dan heel mooi op. Oh, dit ziet er nu wel heel raar uit. Hij vliegt er een soort naast. Oh, dit is perfect. Oh my god. En dan zetten we er nog een mooi topje op. Deze raket wordt zo vet. Dat is niet nor freaking maal. Want dit wordt het topje van de raket. Oh my god. Kijk dan hoe ziek dit eruit ziet als een raket. Hiermee wil je toch gewoon naar de ruimte. We hebben op het moment ook nog 5 minuten te gaan. En daarmee kunnen we de rest gaan afmaken van deze raket. Laten wij maar ook zorgen dat alles er netjes uitziet. En dan hebben we natuurlijk ook een soort van groot gebouw nodig waar de raket naast staat. Altijd staan raketten namelijk naast een of ander raar gebouw. En die moeten wij dan natuurlijk ook een soort van nabouwen. Alleen de vraag is, hoe gaan wij dit doen? Laten we gewoon dit helemaal mooi gaan opstapelen anders. Ik denk namelijk wel dat dit er al vet uit gaat zien. Al stapelen we dit zo een klein beetje mooi op. Even kijken. Hoppakee. Oh, dit is zo vet. Kijk dan hoe hoog dit ding is. Ik hoop echt dat ik deze challenge ga winnen. Want dat zal dan ook dus betekenen dat ik 10.000 V-Bucks krijg. Maar jullie moeten me wel helpen door op mij te stemmen in de reacties natuurlijk. Maar ja, dat kan natuurlijk pas. Al is de raket helemaal klaar. En dat is nu nog niet. Voilà. Oh my god. Dan moeten we er eigenlijk ook nog wel even een platformpje tussen zetten natuurlijk. Ik bedoel maar, je moet toch op een manier boven komen. Oh nee, dat platform past er niet eens tussen. Dan moeten we even wat anders verzinnen. Past dit er wel tussen? Juist, dit past. We hebben eigenlijk ook wel een trap nodig. Maar waarom? Waar staat een trap? Het is zo moeilijk om hier dingen tussen te vinden. Ik
kom nu wat tegen en dat lijkt me heel vet. We zouden hier namelijk vuurwerk kunnen pakken en dit onder de raket vandaan laten kunnen komen. Kijk dan hoe vet dit is. Er komen nu een soort vonken uit de raket. Het lijkt nu net alsof de motors aan het opstarten zijn. Echt waar, deze raket is huge. Dat is niet normaal. Maar dan heb je meestal ook een soort trappetje als ingang natuurlijk naar de raket toe. Dus die maken we daar. En dan hebben we er natuurlijk ook nog wel even een klein bruggetje naar nodig. Voilà, een hele mooie brug vind ik dat. We hebben op het moment trouwens ook nog maar 20 seconden op de klok. Snel, snel. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Moet ik nog wat hebben? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. 15 seconden. Oh my god. Oh, een deur. Een deur. Een deur. Ik moet een deur hebben in mijn raket. Ik moet een deur hebben. Kom op. Geef me de tijd voor de deur. Kom op. Kom erin. Ga erin. Nee. Het lukt me niet om de deur erin te zetten. En de tijd is voorbij. Jesse, het is zover. De tijd is voorbij. Ja. Ja, ik ben nog lang niet klaar eigenlijk. Ja, maar... ik ben al lang klaar. Oh my god. Oké, wil je eerst mijn raket zien? Ja. Oké, kom maar om het muurtje. Ik wacht bij het muurtje, ja. Oh, ik zie je al vliegen. Welkom bij mijn raket. Hij staat een klein beetje in de schaduw van jou. Weet ik veel wat je hierboven hebt. Dat leg ik straks wel uit. Oh my god, ja, is goed. Maar dit is dus mijn raket. De motors zijn een klein beetje kapot gegaan. Hij komt namelijk net terug van een ruimtereis. Hij wordt nog even gemaakt, zoals je kan zien. Ja, oké. En ik had geen tijd om de trap te maken. Daar was ik nog mee bezig, dus we moeten even omhoog vliegen. Nee, dit is gewoon de trap, Alex. Kijk, hier. Zo omhoog. Ja. Hoppakee, dit is de trap. Maar hierboven kan je dus ook staan. Alleen kunnen we niet naar binnen. Ik wou nog een deurtje erin maken en alles. Maar ik had er gewoon simpelweg geen tijd meer voor. Maar ik vind hem wel super vet gelukt. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Hij is mokertje groot. Hij is groot. Ja, hij is mokergroot. Hij is zo groot. Ik heb hem echt mokergroot gemaakt. Maar Jesse, zullen we de raket pakken naar jouw raket? Onder de mij? Ja. Let's go! Oké, het is heel warm. Oh my. Wat is dit? Kijk. De raket is niet per se hetgene wat zo mooi is. Alleen het gaat meer om het verhaal, oké? Oh my god. Oké, ik zie daar achter rennen. Wacht op mij. Ik kom eraan. Ja, ik kom er mee toe. Kijk uit, want de vloer is een beetje heet. Ja, ik merk het. Jeetje, er komt allemaal vuur uit. Ik ga het uitleggen. Ja, is goed. Hier in de grond zie je een raket. Wat? Dat was de eerste raket. En daarmee bouw ik de lucht in. Alleen toen werden de aliens boos. Oh, de aliens? Ja. Dus nu, door middel van de grote komeet, proberen ze wraak te nemen. En zijn de aliens op ons land? Ja. Ja, kijk. Dan gaan we hier naartoe. Wacht, waar ben je? Hier, voor je neus. Hier. Oh, daar. Hallo. Dan gaan we hier naartoe lopen. Ja. In dit gebouw kan je de raket laten opstijgen. Alleen, dan moet ik dat alleen even zoeken. Ik heb hier ergens een computertje neergezet. Oh, er zit alleen, een knopje. Waar is de computer? Oh my god. Van wie is die? Oh, wow. De deur gaat ineens open. Je ziet het al. We gaan ze wat dood door. Door het vuur. Dat komt allemaal door de aliens. Dat is een aanval van de aliens op ons. Alleen hier ergens binnen staat... Oh, je bent hierboven. Ik weet niet waar ik ben. In ieder geval, hier ergens binnen staat mijn computer, oké? Hoe heb je dit allemaal in 15 minuten kunnen maken? Ja, dit is gewoon een kant-en-klaar iets. Oké, kom, we gaan eruit. Ja, we gaan eruit. Kom eruit. We gaan naar de echte raket toe. Ja, is goed. Want hier staat de raket. Kijk, we hadden eerst die kleine, maar die was niet sterk genoeg voor de aliens. Ja. Dus, we hebben nu een grote gemaakt, maar omdat we met haast moesten we de raket maken, omdat we anders ook door de aliens. De raket, die wil nu opstijgen, maar het lukt niet, dus hele raket te ontploffen. Oh, hij is ontploft! Oh, dat is dat vuur! Ja, hij is op dit moment aan het ontploffen. Alles gaat helemaal fout. Hè. Oh my god. Ja, applausje voor Jesse, mensen. Oh my god. Wie vind jij dat we heeft gewonnen? Laat het weten in de reacties hier beneden. Ik ben er super benieuwd naar. Klik op dat duimpje omhoog en klik op een van de twee video's hiernaast. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!